Goedemorgen, lieve bootcampers. Hallo. Daar zijn we op maandagochtend. Afgelopen keer de bootcamp, dat was met name ontspanning, hè? Lenigheid, een stukje rust. En vandaag gaan we de intensiteit weer opbouwen, zoals beloofd vorige keer. Wat we afgelopen maand gedaan hebben, is dat we gestart zijn met trainen van het bovenlichaam. En dat gaan we deze keer gaan we dat ook doen. We gaan er stevig tegenaan. We gaan dat namelijk in een intervalblok gaan we dat doen. Waarbij we van iedere oefening steeds 3 series maken. We gaan dat met gewichtjes ook uitvoeren. Dus ik heb jullie van tevoren al gevraagd thuis of je een paar dumbbeltjes klaar wil leggen. Voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, zorg dat je, al zijn het flesjes water, maar zorg dat je in ieder geval iets van gewicht in je handen dadelijk hebt voor de oefeningen. Het hoeft niet enorm zwaar, want we gaan flink wat herhalingen maken. Dus ga alsjeblieft niet met 8 kilo gewicht staan. Dat ga je waarschijnlijk niet volhouden. En als je het doet, stuur dan in ieder geval even een filmpje of een foto dat je het aan het doen bent. Dan weet ik dat ik ook beter mijn best moet gaan doen. Ik heb 4 kilo gewichtjes heb ik hier klaar liggen. Hoe we natuurlijk vorm gaan geven de training is dat we 45 seconden arbeid hebben. 15 seconden rust. We maken van iedere oefening maken wij 3 series. En daarna gaan we door naar de nieuwe oefening. Het zijn over het algemeen allemaal bekende oefeningen. Dus dat betekent dat we gelijk lekker in tempo door kunnen gaan. Ja, goed, dat is het. Ik ga starten. Ik zet de timer zet ik even aan. De oefening waar we dadelijk mee starten, dat is de biceps curl, dus het buigen van de armen. Zet ik even de timer aan. Op uw plaats. Klaar. En daar gaan we. Tijd die loopt. Pak de dumbbells beet. Op deze manier roei ze naar je toe. Het buigen van de armen. En als ik zo voor jullie sta, zie je dat ik mijn ellebogen in mijn zij hou. Dat zie je van hier, zie je dat ook. Dus niet dat ik ze meeswing, maar ik hou ze op de plek. We zijn op de helft. En wat je zal merken, ook al is het gewicht niet erg zwaar, aan het einde van de serie, daar gaat die verzuring die gaat optreden. Ga je echt merken dat die spieren moe worden. Nog 5 seconden. En rust. 15 seconden pauze. Komen we bij. Je mag de dumbbeltjes even neerleggen tussendoor als dat nodig is. Op het moment dat je ze in je handen wil houden, is dat ook prima. 3 series hiervan, hè, zoals gezegd. Gaan we door in 3, 2, 1. Knallen maar. 45 seconden. Hoe vlotter het tempo is dat je kiest, hoe zwaarder het wordt, want hoe meer herhalingen je maakt. Hè. Dus kies een tempo waarvan je weet dat je het 45 seconden vol kan houden. Als je nou de laatste serie denkt van, nou, ik heb nog wel een beetje energie over. Dan gooi je met die laatste serie, gooi je alle energie eruit. We zijn op de helft. En je hoeft voor mij niet op je plaats te blijven staan. Je mag deze oefening ook gewoon lekker bewegen met je benen uitvoeren. Leidt ook een beetje de aandacht af van de verzuring in je armen. Want die treedt op nu, hè. Je ziet ook dat ik een beetje rond blijf dreutelen. En rust, goed zo. Oké, 15 seconden pauze. Pakken we dadelijk het laatste blokje van deze oefening. Nog 3, 2, 1. Dan gaan we. 45 seconden. Lekker werken. En je ziet dat ik het tempo nu een beetje opvoer. Gooi de laatste 45 seconden nog even alle energie eruit. Blijf lekker een beetje bewegen, ook met je benen. Niet statisch blijven staan. Hoe meer je beweegt, hoe beter. We zijn op de helft. Kijk of je nog een restje energie hebt in je spierballen. Tempo lekker hoog houden. Ha, ha, ha. En blijf erop letten dat je hem ook volledig uitstrekt. Lange beweging blijven maken. 3, 2, 1 en rust. Oké. Okay. 15 seconden pauze. De volgende oefening waar we dadelijk mee doorgaan. Je hebt de dumbbells bij je schouder en je duwt ze uit omhoog. De shoulder press. Ja? Hou door in 5, 4, 3, 2, 1. Komt-ie. Zorg er hiervoor dat je stevig staat.
Als ik hem van de zijkant voordoe, dan zie je dat ik mijn rug gestrekt heb, maar niet hol. En let ook gedurende de serie, naarmate de series vorderen erop, dat je geen holle rug gaat trekken, dat je daar niet in gaat hangen. Maar dat je gecontroleerd je rond blijft bewegen. We zijn op de helft. Het is een zware oefening met gewichtjes, zeker als je het 45 seconden doet. Dus als je merkt dat het te zwaar wordt, als je dit met je arm alleen doet, zie je ook al pittig genoeg. 5 seconden. Hop, en rust. Oké. Pauzeer, armen lekker laten bungelen. Spanning er vanaf. Dit 3 is dus goed pittig, hè? Dan gaan we in 3, 2, 1, stevig staan. Gaan we. En het uithoudingsvermogen wordt op de proef gesteld, hè? Want die merkt nu, die verzuring die gaat optreden. De vermoeidheid die komt erin. We zijn op de helft. En nogmaals, vanaf de zijkant gezien, rug strekken. Niet hol maken. Als je nog een stukje zwaarder wil maken, haal je hem van overlaag naar omhoog. De hele beweging erbij. Hop. Als die maar mooi blijft strekken. Hop. En rust. Oké. 15 seconden. Zo gelijk door naar het laatste blokje. En je merkt ook 3 series echt voldoende. Dit soort dingen. De vermoeidheid komt er heus wel in. In 3, 2, 1, gaan we. Hop, hop. 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 En als die erg zwaar wordt, mag je van mij ook een beetje meezetten vanuit je benen. Let er daarbij op dat je geen overstrekte rug hebt, maar dat je hem keurig recht houdt. Hop. Check. We zijn op de helft van deze laatste. Voor de volgende oefening mag je zo dadelijk als je wil op de grond komen liggen. Je kan hem eventueel ook staan doen. Ik zal hem dadelijk even demonstreren. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Gaat om de achterkant van de armen. Je hebt dadelijk 2 dumbbells achter je. Als je hem staan doet, strek je hem op die manier uit. Als ik hem liggend doe, in 5 seconden, op deze manier, dan gaan we. Hop. Hop. Iedere keer het strekken van je ellebogen. Achterkant van je bovenarmen komen daarbij aan het werk. We zijn op de helft. Drie, twee, één, en rust. De vorige ronde, vorige keer dat we zo'n bovenlichaamtraining gedaan hebben, we hebben dat op herhalingen gedaan. Nu doen we dit op tijdsduur. Krijgt het een heel ander karakter. Want we hebben weinig rust en dan gaan we. Hoppa. En juist doordat je die rust een beetje beperkt, wordt die zo zwaar. En je voelt deze oefening aan de achterkant van je bovenarm. In de triceps, als het goed is. We zijn op de helft. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Kijk. Zet je armen tussendoor even lekker los. De spanning ervan af. Je voelt dat ze flink gaan opbouwen nu. De laatste ronde zo dadelijk. In 5 seconden. 2. 1. Rapid. 45 seconden. Oh, je gaat die verzuring nu echt merken.
We zijn op de helft. Drie, twee, één. En rust. Oké. Voor de volgende mag je snel weer komen staan. Wat je dadelijk doet is dat je vooroverleunt en je roeit op deze manier de dumbbells naar boven toe. De bent over row. 3, 2, 1. Gaan we. Ha. Ha. En je mag van mij een beetje variëren met de positie van je handen. Als je de positie van je romp maar gelijk houdt. Dus je mag hem bijvoorbeeld met je handpalmen naar je toe. Mag je een serie doen. Je handpalmen van je af. En een serie neutraal. Dat is dadelijk de herhaling die ik ga kiezen. We zijn op de helft. Roei lekker die ellebogen hoog naar je toe. Schouderbladen naar elkaar toe trekken. Romp netjes voorover houden. Vijf seconden. En rust. Oké. De volgende variant, die doe ik dadelijk met mijn handpalmen opengedraaid. Handpalmen van je af. Gaan we in 5 seconden. Vooroverpositie. En daar gaat hij. Ja. Ik kies ook weer het tempo waarvan je weet dat je het kan volhouden. En over de helft. Lekker knijpen met je schouders. Knijpen met die spierballen. Spanning erop. Drie, twee, één. Oké, en rust. De volgende. Kies ik de neutrale positie. Dus ik hou de dumbbells recht naar jullie toe. Handpalmen naar elkaar toe. Hou door in 5, 3, 2, 1, voorover en roei. Gaan we. Iedere keer op het moment dat je de positie van die hand draait, handpalmen naar elkaar toe, van elkaar af, verander je een klein beetje hoe je de spiergroepen rondom je schouders gebruikt. Zijn op de helft. Voor de volgende oefening liggen we dadelijk weer op de grond. Dus bereid je al voor. Over 10 seconden. Drie, twee, één. Oké. Kom je liggen op je rug. De oefening die we doen heet de fly. Dus je hebt je handen boven je. Richting de grond en je sluit ze boven. Gaan we in 3, 2, 1, komt-ie. Ha. En ik start deze oefening met de handpalmen naar elkaar toe. Voor de volgende serie is dan draaien de dumbbells dadelijk naar elkaar toe. Over de helft. Twee, één, en rust. Oké. Volgende serie draai je die dumbbells met de duimen naar elkaar toe. Dus handpalmen bij je vandaan. In 3, 2, 1, gaat-ie. Stuit er maar met de achterkant van de dumbbells op de grond en bovenaan tegen elkaar. Maak we even de buren wakker. Jullie klachten krijgen, stuur ze maar door naar mij.
Geen enkel probleem. Als je die oefeningen maar volhoudt. We zijn op de helft. Dadelijk voor de volgende serie kies je of je handpalmen naar elkaar toe doet. Of zoals we hem nu doen, met die duim naar elkaar toe. 3, 2, 1. En rust. Even pauze. Even de spanning van de spier af. Pakken we dadelijk nog een laatste serie van deze. En voor de oefening daarna komen we weer staan. Dus bereid je voor. 3, 2, 1. Gaat-ie. Ha. Ha. Op de helft. Twee, één, en rust. Kom staan. Voor de volgende ronde. 3 verschillende schouderoefeningen. De eerste waar je mee start. Omste beurten. De dumbbell zo hoog mogelijk de lucht in. 2, 1, en gaan we. Hop. 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 Grote beweging maken. Lange klappen. Voor de voorkant van de schouder. En zorg ervoor dat je hem op tijd remt naar achter toe. We zijn over de helft. Drie, twee, één. Oké. De volgende doen we dadelijk hetzelfde, maar dan met de armen naar opzij. Eerst nog even genieten van de pauze. Armen een beetje bungelen. 3, 2, 1. Haat-ie. Lift. Ha. Lift. Ha. Lift. Ha. Ha. Op die manier. Chuck. En door. Ha. En door. Ha. Ha. Over de helft. Hup. 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 Nog 3. 2. 1. En rust. Goed zo. 15 seconden voor de volgende die we doen. Op deze manier. Naar opzij. Kippenvleugeltjes maken. In 3. 2. 1. Dan gaat ie. Hou de dumbbells relatief dicht bij je lijf. Korte beweging maken. Die voel je als het goed is bovenop. Je ziet ook dat ik mijn schouderbladen een beetje mee omhoog deel. En lift. Ha, lift. Over de helft. Korte, felle beweging. Hou vol. Over de, bij de volgende oefening gaan we weer op de grond. En rust. Oké. Kom maar liggen. En de dumbbells die komen dadelijk over je heen. Op die manier. In 5 seconden. 3, 2, 1. En gaat-ie. Hoppa. De pullover.
over de helft. En rust. Oké. Pauzeer, schud je armen desnoods even lekker los. We naderen het einde van de armoefeningen. Dat is de laatste die we doen specifiek voor de armen. Nog 3, 2, 1. Maar eerst nog 2 series van de pullover. En onthoud ook weer, als je bij de laatste serie wat zwaarder wil maken, zorg ervoor dat je bewegingssnelheid een stukje omhoog gooit. Over de helft. Hou je bewegingen mooi groot. 3, 2, 1. En rust. Oké. Laatste serie pullovers dadelijk. Laatste komt-ie. En gaan. Kies een tempo waarvan je weet dat je het 45 seconden volhoudt. Maar niet heel veel meer dan dat. Tempo hoog. Over de helft. Hou vol. En rust, oké. De dumbbelltjes mag je wegleggen. Voor de volgende ronde oefeningen blijf je op die mat liggen. We gaan door met de crunch. Duw je knieën naar je toe. Handen achter je hoofd. 45 seconden lang. Daar gaat ie. Hop. Steeds een stukje met die schouders van de grond. De buikspieren aanspannen. En ik heb mijn handen als steuntje achter mijn hoofd. Maar de beweging maak ik vanuit mijn buikspieren. Dus ik ga niet trekken aan mijn hoofd. Zoals ik bij Bert altijd zeg, pak je oorlellen beet. Tien seconden. En rust. Voor de volgende oefening leg je je knieën naar de zijkant neer. In mijn geval naar mijn rechterkant. Ik heb dadelijk ook mijn handen weer achter mijn hoofd. En we maken 45 seconden een sit-up, een crunch, maar dan schuin. Daar gaat ie. Kom erop. Ha. Klein bewegingetje maken omhoog. Voor de schuine buikspieren. En je ziet, het is maar een korte beweging. Kleine beweging. Vanuit de buikspieren. Iedere keer knijpen. Ha. En hiervoor geldt ook weer, kies een ritme waarvan je weet dat je het kan volhouden. Tien seconden. En dan wisselen we door met de knieën naar de andere kant. Oké. Even 15 seconden pauze. Ruim tijd om de knieën naar de andere kant toe te wisselen. Zelfde korte beweging maken vanuit de romp. Handen achter je hoofd. En dan gaat hij. Lift. Ha.
We zijn over de helft. Blijf lekker hameren in dat tempo. Blijf die buikspieren lekker hun best laten doen. En rust. Oké. De volgende. Laat je romp lekker op de grond liggen. En til je benen, je bekken af van de grond. Mag je van mij ook weer doen met je handen achter je hoofd. Dus nou, leg je ze op die manier naast je neer. In 3, 2, 1. En gaat-ie. Dus een korte knik maken vanuit je bekken omhoog. En probeer je billen ook echt even op te tillen van de grond af. Je kan hem uiteraard ook doen met je handen achter je hoofd. Nou, je wel standaard spanning op je romp, dus dan wordt hij ietsje pittiger. Nog 10 seconden. En rust, oké. Voor de volgende blijf je op je rug liggen. Je tilt je knieën op en je laat ze van de ene naar de andere kant zakken. Maar ze komen net niet op de grond. Ja? Zet je armen dus nooit wat breder, ellebogen in de grond. En gaat die van kant naar kant. Zet ze net niet naar de grond toe. Buikspieren zitten we mooi aan het werk op deze manier. Schuif steeds verder van mijn matje naar omlaag. Nog 3, 2, 1. Draai op je buik. En de oefening die we dadelijk doen is dat we onze benen op deze manier in de zwembeweging optillen. Over 3, 2, 1, gaat ie. 45 seconden. En probeer tot en met je knieën van de grond afgetild te houden. Spieren in je billen, in je onderrug. Die werken hier bij mij. Zijn op de helft, hou vol. Hou het tempo ook lekker hoog. Twee, één, en rust. Voor de volgende leg je handen onder je hoofd en til je romp op van de grond. Eerst nog even een paar tellen pauze. Nog 3, 2, 1 en gaat hij weer. Dus een korte beweging die je maakt. Je benen laat je liggen. En je tilt vanuit je rugspieren. Til je hoofd en je schouders op. Nog 3, 2, 1. Oké. Goed. Prima. Wij hebben een half uur non-stop oefeningen gehad nu. Wat we dadelijk doen is dat we de warming-up of de cooling down eigenlijk. Die doen we met een aantal oefeningen die we vorige keer ook gedaan hebben. Dus een aantal van die oefeningen om de bovenrug en de schouders nog even lekker los te maken. Je merkt, de intensiteit is hoog geweest. Hè? We hebben echt een half uur achter elkaar hebben gewerkt. Steeds een blokje van 15 seconden, dat is steeds net niet genoeg om helemaal bij te komen. Dus die vermoeidheid die bouwt zich steeds op. We zullen donderdag waarschijnlijk een vergelijkbare training doen voor de benen. Dus bereid je alvast even voor, dat wordt ook
goed afzien. Maar voor nu hebben we het zware gedeelte hebben we gehad. We doen nog even een stukje lenigheid, een stukje cooling down. Neem eerst even een lekker slokje water. Tot een half uur hebben jullie dat altijd wel verdiend. Wat zeg je? Zeker, ja. Nou, je bent live voor het hele publiek. Jullie krijgen de groetjes van de voetbal. Goed. Voor het volgende blokje kom je in eerste instantie weer op die mat zitten. Je hebt je knieën onder je heupen en je handen. Die zet je zo ver als het lukt voor je uit. Je buigt op deze manier naar voren. De spanning voel je dan als het goed is een klein beetje hier zo. Lekker in je onderrug. Zet je vervolgens je handen een stukje naar de linkerkant toe. En dan probeer je hoofd weer naar het midden toe te krijgen. Zo krijg je op de zijkant krijg je spanning. Op deze manier. En je wisselt van kant. Op die manier. Oké. Kom je vervolgens staan in de positie die we net hadden. Dan laat je heupen naar voren toe komen. Dan streef je er ook weer naar om die heupen neer te leggen op de grond. Armen houden zoveel mogelijk gestrekt. Onderrug is helemaal recht. En vanuit deze positie kom je weer naar die bolling toe. En dan wissel je gelijk weer terug. Bollerig, bollerig. Heupen tegen de grond. Een paar seconden vast. En weer door naar achter. Bollerig. En de onderrug. Oké. Positie waarbij de handen onder de schouders zijn. Wat je dadelijk doet is dat je één arm gestrekt houdt. Met je andere arm rijd je eronder door. En als ik die van voor laat zien, is die op deze manier. En als het lukt om een klein beetje te buigen hier. Dat je nog net wat verder eronder door kan rijken. Is dat prima. Het gaat met name om rotatie en een stukje rek. Dat je voelt in de spieren tussen je schouderbladen. Dus hoe verder je er onderdoor kan komen, hoe mooier. En rust, oké. Goed. Prima. Kom even lekker staan. Rol je schouders nog even een paar keer goed. Naar de achterkant toe weg. En dan voel je als het goed is de arbeid die je gedaan hebt. Voel dat mijn spierballen, de spieren bovenop mijn schouders nog lekker gespannen staan. Draai ze weer mee naar voren toe. En bovenaan spannen, onderaan los. Oké, handen eventjes bij elkaar vandaan. Grote beweging maken, helemaal naar achter toe. Ellebogen blijven strekken over je hoofd heen. Dan komen ze aan de voorkant komen ze weer bij elkaar. Handen naar onder, draai ze bij elkaar weg. Grote cirkel maken, helemaal achter je romp langs. Sluit ze bovenaan, draai ze om, weg. Grote klappen, ja. Hap, hap, en nog eentje, draai weg, sluit bovenin, hoppakee, en los.
Oké, spanning er vanaf. Trek hem nog even voor je langs. Neusbeen pakken en even de elleboog of de olifant maken. Nee hoor, hoeft niet. Andere arm voorlangs. Even lekker strekken en dan voel je triceps voel je. Van die skull crushers, van die elleboogstrekkers. Voel goed zitten nog hier in ieder geval. Oké, top. Ontspanning. Geef die armen lekker rust. Huishouden vandaag ga je man of vrouw overlaten. Ramen, zemen, noem maar op. Want jullie hebben de pauze verder verdiend. Donderdag gaan we door met zo'nzelfde type training, maar dan gericht op de benen. Dus reken er alvast eventjes op de dag van tevoren geen 10 kilometer gaan wandelen. Of lange wandelingen plannen op de donderdag zelf. Want het wordt afzien. Ja? Net zoals dat we vandaag voor de armen gedaan hebben, wordt het volgende keer voor de benen. Goed gedaan. Ik ben trots op jullie. Ik zie alle foto's en filmpjes en opmerkingen graag weer tegemoet. Als je nog tipjes, trucjes, dingetjes hebt, laat het altijd eventjes weten. En ik zie jullie de volgende keer weer. Groetjes. Doei doei.